hele goede middag. 2:50. U luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Ja, het leven van optredens en interviews is voor een van de bekendste zangduo's van Nederland compleet omgegooid. Saskia en Serge zitten sinds maart in quarantaine. Dat is hun eigen keuze en ik wil wel eens weten hoe dat allemaal gaat. En ik heb ze beide aan de telefoon. Goedemiddag allebei. Hey, goedemiddag. Hallo Connie. Hey. Nou, hebben jullie nou 2 horens aan jullie oren? Hoe zit dat? Ja. Nee, we hebben 2 toestellen aan elkaar gekoppeld. En dan kunnen we los van elkaar, zonder elkaar in de weg te zitten, kunnen we praten met je. Wat goed zeg. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om in zelfquarantaine te gaan? Nou, het is meer zelfisolatie. Het is een hele makkelijke keus voor ons. Wij wonen buitenaf. En Sasti heeft astma. Geen eens zo zwaar, maar als die gaat hoesten, kan ze niet meer stoppen. Dus ja, dan zijn we met verkoudheden en alles zijn we toch wel extra voorzichtig. En toen deze wereldramp in Nederland kwam. Ja. Toen hebben we gezegd, wat moeten we doen? Wij wonen buitenaf. We hebben alle ruimte. Als we in de tuin wandelen een paar keer per dag en we hebben veel trappen in huis. We lopen 3 keer de trap, dan hebben we al 10.000 stappen of zo. En de boodschappen worden gebracht. Zo. We vervelen ons geen moment, want we hebben eigenlijk de druk met alles wat met ons vak te maken heeft. Omdat er dus een hele afdeling bijgekomen is met YouTube en livestreams en nieuwe liedjes schrijven en zo. Zoals nou jij. Nou, eigenlijk zijn we meer met muziek bezig nu dan in de tijd dat we optredens hebben. Oh ja? Kijk, wij zijn natuurlijk al 50 jaar lang haasten we van optreden naar optreden. En dat kost toch energie en een hele hoop organisatie. We nemen al eigen geluid mee, eigen licht mee. Is altijd heel gedoe. Ja. En dat valt nu weg. Ja. En eigenlijk vind ik het wel lekker zo. Ja. Eventjes. Maar hoe doen jullie dat dan? Want jullie hebben een nieuwe single, Nederland is mooi. Die gaan Nee, het is geen single, hoor. Dat moeten we even uitleggen, Con. Vertel. Wij zijn bevriend met Fred Delfgauw. Dat is een eigenaar van de Periscope in Gorinchem. En dat is een fantastische theaterman. En die doet in zijn programma een voordracht, een gedicht. En dat is Nederland is mooi als gedicht. Mm-hmm. En dat heb je samengeschreven met Sjaak Bral. De Hagenaar, de Hagenees. De Hagenees, ja. En toen zaten we gezellig te eten. En toen zegt hij van, zouden jullie de muziek op willen maken? En dat hebben we dan in de loop van de tijd eens gedaan op ons gemakkie. Met het idee van, dat is voor het theater heel erg leuk. En we hebben het op een voorstelling van hem na afloop ook gedaan met 2 gitaren. Maar iedereen reageerde zo goed erop dat we zeggen, we gaan toch iets ermee doen. En toen Fred bij Max kwam om uit te leggen over het theater en subsidietoestanden en zo. Toen zegt hij, er moet eigenlijk wel een filmpje zijn, want als ik erover vertel, dan moeten de mensen wel kunnen vinden waar het is. Ja, we hebben heel snel een filmpje gemaakt vanuit de auto, gefilmd alles. Ja, en een clipje gemaakt. En een clipje. En een eigen YouTube-kanaal gestart. Ja. Zo. En daar krijgen we heel veel reactie op. En vandaar dat we ook nu met jou dit gesprek hebben. We zitten te springen om abonnees. Hè? Want dan kunnen we af en toe zo'n leuk liedje kunnen we posten. Ja, precies. Ja. Maar hoe geven jullie dan ook bijvoorbeeld nog optredens via een livestream of zo? Dat hoor je ook wel dat artiesten dat doen. Dat hebben we al een aantal keren gedaan, ja. Dat hebben we aantal keren. Maar wij zijn zelf, wij zijn wat ouder en wat kritischer, denk ik. Dat heeft ermee te maken. Als wij livestreams van anderen zien, dan vinden we altijd een liedje of 3 is wel genoeg. Ja. En dus wij willen dat, hebben we een paar keer gedaan. En we hebben dat in het begin een half uur. En toen een kwartiertje. En een keer hier voor de voetbal, waar ik nog steeds voetbal of scheidsrechter ben, hebben we een keer 1 minuut of 10 gedaan. En dat vinden de mensen wel heel erg leuk. Maar wij willen op ons YouTube-kanaal eigenlijk toch meer. Wij doen heel veel muziek maken met z'n tweetjes thuis met de gitaren. Ja. En er komen allerlei liedjes voorbij die de mensen niet van ons verwachten. Van Bruce Springsteen tot en met Queen. In eigen bewerking dan, hè? Ja, en mooie gitaarpartij erbij. Maar ik hoor jou zeggen scheidsrechter bij een voetbalwedstrijd. Maar dat is nu toch ook allemaal niet aan de orde? Ja, allemaal voorbij. Ja, precies. Oké, goed. Ja. Hoe gaan jullie de toekomst in? Want jullie zitten dus vanaf
maart echt al thuis. Ja, af en toe wat je zegt, een wandelingetje. Ik heb begrepen dat je ook af en toe een stukje gaat autorijden. Ja, klopt. Ja. Als er een strijkapparaat kapot is, dan komt er geen reparateur. Serge, jij bent een hele handige donder, heb ik gehoord. Ja, ik heb een heel lijstje wat ik al heb dag aan het klussen. Gerepareerd heb, ja. Van het kommetjesapparaat tot en met een nieuwe thermostaat in de koelkast. De hele kast is hij aan het bouwen op het ogenblik. Okay. Ja, ik vind het ook wel weer leuk om te horen. Hebben jullie nog tips eigenlijk? Jullie zijn wel ervaringsdeskundigen, half jaar binnen zitten. Geef eens wat tips voor onze luisteraars. Wij zijn natuurlijk gewend om met z'n tweetjes op te trekken. Dat is een groot verschil met andere stellen. Ja, dat is niet vreemd. Maar we hebben wel geleerd dat als er een keer wat is, dat is al van oudsher doen we dat, dan moet je dat niet uitspelen tegen elkaar of kwaad worden. Dan denk je, de volgende dag praten we er nog eens over. Ja. En als je dat doet, dan blijkt het gewoon dat het altijd nergens over gaat. Nee, het zijn vaak de hele kleine irritaties die zich opstapelen. Maar dat betekent wel dat jullie heel veel van elkaar moeten houden al die jaren dat jullie samen geweldig. Zijn. Ja, geweldig. Nou, ze zegt het, je hoort het. Heel veel. Ja. Nou ja, je moet het samen doen, dus je moet het ook een beetje leuk voor elkaar maken. Als er een keer wat is, dan kan je of er tegenin gaan of je schouders ophalen en zeggen, nou, morgen zal ik het dus bespreken. Ja. En dan gaat het eigenlijk lang goed, want we hebben wel geleerd, je kunt elkaar niet veranderen. Dat is wel heel belangrijk. Je moet je aanvaarden zoals je bent, dat heb je ooit voor gekozen. Nou ja, en iedereen heeft zijn voor- en zijn tegen- en zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Ja, dus het is helemaal niet moeilijk voor ons. Als je er maar over praat. Wij gaan draaien, Nederland is mooi. Leg nog even heel kort uit hoe de mensen hier aan kunnen komen als ze denken van, hé, dat wil ik nog wel een keertje horen. Nou, het staat op YouTube. Ja? Gewoon op het kanaal Saskia Sezen. Maar als ze onze naam invullen op YouTube, dan komt het vanzelf boven. Want er staat een hele mooie foto van een molen tegen een blauwe achtergrond. Dat is het begin van het filmpje. En nou ja, als ze het leuk vinden, en trouwens ook als ze het niet leuk vinden, toch even op de knop abonneren drukken, dat is gratis. Ja. En dan hebben wij wat abonnees erbij, dat is hartstikke leuk. Hartstikke goed. Alvast bedankt. Bij deze, wij gaan hem draaien. Ik vond het ontzettend leuk jullie in de uitzending te hebben, Saskia en Serge. Ja, het was leuk om je telefonisch nou een keer te spreken. Ja, en dat is altijd weer fijn. En dit ging prima met allebei hier in de uitzending. Super. Blijf gezond. Jullie ook, en het ga je goed, hè? Dankjewel. Dag hoor. Dankjewel. Dag. Nederland is mooi. Saskia en Serge. Vandaag ben ik naar de straat gegaan, waar ik ooit ben geboren. Alles leek veel kleiner dan ik dacht, in die straat waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. En daar stond het bankje waar mijn opa altijd zat. Die vertelde over de oorlog en hoe goed ik het nu had. Met weemoed in zijn ogen zei hij met een zachte stem: Nederland is mooi. Nederland. Zondag bij mijn oma, thee met kaneel beschuit. Stoofvlees op de kachel, ijsbloemen op de ruit. En de geur van verse koffie uit de molen aan de muur. En de klok sloeg iedereen een half uur. Mijn wereld was niet groter dan één persisch tapijt. Eén dag leek wel een leven en ik had alle tijd. Als ik moe was, mocht ik slapen in dat veel te grote bed. En Nederland droomt mooi. En daar stond het bankje waar mijn opa altijd zat. Die vertelde over de oorlog en hoe goed ik het nu had. Met weemoed in zijn ogen zei hij met een zachte stem: Nederland is mooi. Nederland is mooi. Opa vocht in het verleden voor de vrijheid en de vrede. Toch verkleurt opnieuw de lucht, nog meer mensen op de vlucht. Er is steeds meer vrijheid, maar ook steeds minder zicht. Misschien is het wel daarom dat ik vandaag
ik heb dit land het liefst te zien met mijn ogen dicht. Dan zie ik weer dat bankje waar mijn opa altijd zat. Die vertelde over de oorlog en hoe goed ik het nu had. Met weemoed in mijn ogen hoor ik weer zijn zachte stem. Nederland is mooi. Nederland. Saskia en Serge, ik had ze net allebei aan de telefoon, want ze zitten in zelfquarantaine vanwege de gezondheid ook van Saskia. Die heeft astma en als die begint te hoesten, dan houdt ze niet meer op. Als u denkt van, ik vind dit een mooi liedje en ik wil de clip en zo erbij zien, gaat u even naar YouTube en google dan op Saskia en Serge en dan komt u er vanzelf terecht.